Ja, er staat weer een nieuwe video papieren bloemen online. In deze video ga ik je laten zien hoe je deze drie dahlia's van papier kan maken. Superleuk, ik heb hier ook een do-it-yourself pakketje van gemaakt waarin alle materialen zitten die je nodig hebt om die bloemen te maken. De schabloon kun je in de beschrijving gratis downloaden, zodat je ook alle materialen los zelf kan kopen en een heel groot pakket bijvoorbeeld kan maken. In het pakketje zit genoeg voor drie bloemen. En in de video laat ik je zien wat voor variaties je kan maken. Dus of met die puntige blaadjes of meer met de ronde blaadjes. Dat kan allebei. Maar ik zou zeggen, laten we meteen aan de slag gaan. Voor deze tutorial heb je nodig het Gloria doubletpapier en een schabloon, drie ijzerdraadjes en een combinatietang, wat tape, lijm en een schaar en een lijmpistool. Die heb ik hier zo liggen. Wat heb je nodig? Ik heb ook al deze benodigd en nog groen papier. In het do-it-yourself pakket zal het iets ander groen papier zijn dan wat ik hier heb liggen. Namelijk ook van de Gloria doubletten, maar die heb ik nu helaas niet op voorraad. Ik wil wel graag alvast beginnen met het opnemen van de tutorial. Dus vandaar dat ik nu eventjes alleen deze laat zien. Je kan deze schabloon ook gewoon gratis downloaden. Het staat in de beschrijving onder de video. Staat een link waar je die kan vinden. En dan kun je ook zelf aan de slag gaan met je eigen materialen. Wat ik gebruik, link ik ook in de beschrijving. Maar weet dat er ook een pakketje is waarmee je gelijk drie van deze bloemen zelf kan maken. En daar zitten alle benodigdheden in. Dus laten we lekker beginnen. Om te beginnen maken we eventjes een lusje in het ijzerdraadje. Dan is het bloemdraadje ook volledig. Maak even gewoon een klein lusje hierin. Ik doe het ook wel eens met een schaar, maar dat is natuurlijk niet heel bevorderlijk voor je schaar. Ik maak dit nu gelijk voor alle drie, omdat ik ze alle drie eventjes tegelijk ga maken. En in de video ga ik je ook twee varianten laten zien. Je kan ze zowel met een spitsblaadje zien als met een rond blaadje. Maar dat ga je later in de video uiteraard zien. We beginnen met het knippen van schabloon 1. En knippen we in een reeks van 30 centimeter. Dus op de schabloon staat zeg maar ongeveer 10 centimeter. En dat herhaal je dan zodat je 30 centimeter hebt. Het ijzerdraadje is 50 centimeter. Dus dan maak je hem ongeveer zo lang. Zo. Wat ik even in het begin van de video wil zeggen is... Je moet altijd rekening houden met de rechte lijn van het papier. De rek zit namelijk zo. Dus eigenlijk, ik ga altijd vanuit met elke keer knippen, is dat de lijn van die papier, dat die altijd zeg maar naar beneden loopt. Ik ga dus even je blootje knippen. Zoals je ziet is dit iets korter, maar je kunt het papier ook wat rekken. En ik vind het wel fijn en makkelijk. Om hem dan eventjes, omdat je best wel veel moet knippen, om hem dan eventjes dubbel te vouwen. En ik moet hem ietsjes korter maken. En dan knip je dus die karteltjes erin. En als je hem uitvouwt, dan kan je altijd nog zien of er nog lelijke stukjes in zitten. Het Gloria doublet die heeft dus twee kleurtjes. Aan de voor- en achterkant is net iets anders. En ik wil in het begin wil ik dit zichtbaar hebben, het roze. En daarna wil ik dat meer crème zichtbaar hebben. Dus wat ik ga doen is zorgen dat dit aan de buitenkant zit. En dan ga ik het een beetje krullen, want ik wil dat dit zo meteen mooi naar binnen valt. Kun je makkelijk met de schaar doen. Niet te hard, want dan scheurt het papier. Ik kan wel wat hebben, maar niet superveel. Dan pak je je ijzerdraadje erbij.
En dan ga je dat onderste stukje ga je even met lijm insmeren. En dat wikkel je dan om het lusje heen. Ik heb er even een placemat onder gelegd, zodat ik niet mijn hele tafel onder de lijm smeer. Je kan het best wel netjes aanbrengen hoor, maar ik ben gewoon smeerpoets. En ik wil deze tafel graag wit houden, dus vandaar. Dit is hier trouwens perfect... zie je, daar gebeurt het al. Ja, daarom dus. Dus een hele fijne lijm hiervoor. Zo, nou, dan wikkel je het. Belangrijk is om het wel even goed strak te houden. En elke keer weer aan te drukken. Zo, nog goed aangedrukt houden. Dan pak ik de parafilm bij. En dit lijkt vanzelf niet te plakken, maar het is een rekfolie. Dus door het uit te rekken en het over elkaar heen te doen, blijft het op elkaar plakken. Dus het handige is om heel eventjes op het steeltje te beginnen. Oh. Ja, dus je moet wel hard trekken, maar niet te hard. Zo. En dan wikkel je eventjes die basis, wikkel je even vast. Want anders is het toch wat makkelijk van het steeltje afdraait. Dus je wilt hem even voor de zekerheid goed vastzetten. Trek wel aan de tape, want anders dan heb je dus echt gewoon dat het helemaal niks doet. Kijk, je ziet nu ook dat hij goed vast komt te zitten. Dus dat is top. Ga ik nog een keertje weer helemaal naar beneden. Dus helemaal niet helemaal natuurlijk, maar ver genoeg. Zo, en nou zit dit stevig op het bovenkantje vast. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Op naar de volgende stap. Zo, nou ik heb deze drie gemaakt. Als je trouwens voor het eerst je bloemen gaat maken, dan kun je beter gewoon eerst eentje maken. En daarna kijk je gewoon weer verder. Kijk, en dan heb je de hoogte van die schabloon 2. En op de schabloon zie je maar 6 blaadjes. Maar we gaan hiervan zo'n 15 blaadjes knippen. En die knip je echt zigzaggend. En dit is voor de variant, al heb je de ronde variant. Lijkt het je nou leuk om hier een meer café au lait dahlia van te maken? Voor de bloemenliefhebbers die ik herkennen dat misschien wel. Dan ga je hem anders knippen. En dat is namelijk gewoon karteltjes. Dan knip je hem gewoon net als net. Die je net hebt geknipt. Dan knip je hem gewoon... Zo. Als in karteltjes. Dus ik ga eventjes deze knippen. En dan ga ik je zo laten zien hoe je die voor de rest gaat vormen. Zo, nou deze heb ik geknipt. En ik heb dat allemaal geknipt van niet gestretched papier. En dat betekent dat ik nu die blaadjes nog een klein beetje kan stretchen. Niet al te veel. Maar dan hou je het ook nog een beetje stevig. Dus je duwt een beetje met je vingers. Dan doe je een vormpje in het blaadje. En zo ga je al die blaadjes af. Dat is eigenlijk bij alle blaadjes dat een beetje hetzelfde. Je kan best wel wat hebben. Je wil een beetje dit als eindresultaat dan hebben. En wil je dus die spitsere variant, dan hou je die punt echt zo. En dan doe je alleen even het buikje uitduwen. Dan wil je dit als resultaat. Er mag best wel wat variatie in zitten. Dus hoeft allemaal niet hetzelfde te zijn. De ene kan wat meer, de andere kan wat minder. Daar krijg je het leukste eindresultaat mee. Dus die ga ik eventjes allemaal vormen. Zo, ik heb er eventjes mijn placemetje erbij gepakt. Om deze daar ook aan vast te lijmen. Zoals je kan zien zijn een paar bij mij een beetje gescheurd. Maar dat maakt dus echt helemaal niet uit. Het enige wat wel uitmaakt is weer dat je die roze kant naar de buitenkant doet. En die crème kant naar de binnenkant. Het komt trouwens niet zo krap hoor. Het is alleen als je denkt ik wil het een hartje roze hebben. En de buitenkant meer crème. Dan is dat gewoon mooier om te doen.
En dan doe je de kommetjes, die doe je naar binnen. Ik gebruik trouwens ook niet te veel lijm. Ik gebruik redelijk wat, maar niet meer dan dit. Want dan wordt het een beetje een smeerboel en dan wordt het papier ook erg slap. Dus daar doe je jezelf geen voordeel mee. Gewoon dit zat lijm om het mooi vast te krijgen. Zo, dan ziet dit er zo uit. En dan doe ik weer met de tape. Werk ik weer even een stukje af. Zodat het echt goed vast zit. Kijk, dit zit nu wel goed vast. Maar dan kan het niet meer heen en weer schuiven. Zo. Dan ziet het hartje er zo uit. En dan maak ik die andere twee ook. Bij die rechte heb ik trouwens het hartje. Die blaadjes heb ik niet naar buiten gekruld. Dat zou je wel kunnen doen. Maar deze, die rol ik hier ook zo omheen. Die rol ik er zo omheen. En dan die werk ik dan ook met de tape af. We gaan door met het knippen van schabloon 3 en 4. En je knipt dan gewoon sierte die goede hoogte. Het handigste is om gewoon eventjes repen dus in die hoogte te knippen. En vervolgens knip je er strookjes van. Van schabloon 3, die knip je 10 keer. En schabloon 4 knip je zo'n 25 keer. En je knipt ze dan in die breedte. Of iets breder. Wat je vervolgens gaat doen is... Moet ik heel eventjes... Kijk, je wil die roze kant naar buiten hebben. Dus wat je gaat doen is het blaadje zo vormen. En je kan het hier zien. Vervolgens knip je de bovenkant. Knip je mooi rond. Dat is ongeveer 2/3 begin je met knippen. Knip je de bovenkant erin. En in het stuk wat je niet hebt gestretched, die maak je smaller. De beste guideline is om hem dan eventjes hier op te leggen. En eigenlijk zie je dan zo heel goed wat voor vorm het blaadje ongeveer heeft gekregen. En deze ga je zo meteen er dan op vastmaken. Dus van schabloon 3 maak je er 10 van zulke blaadjes. En van schabloon 4 is het precies hetzelfde idee. Alleen is die wel een stukje hoger. Dat is wel belangrijk dat er variatie in zit. En die knip je wel 25 keer. Of ruim 25 keer. En wil je nou spitse blaadjes maken, dat is dus die variatie die je zelf kan doen. Je maakt wel weer diezelfde vormdrukje erin, maar in plaats van een ronde kant knip je er een punt in. Dat is echt het enige verschil. Dus je kan twee variaties in blaadjes maken. Ga niet op één bloem twee variaties maken. De ene bloem maak je met puntjes en de andere doe je rond. Maar die kan je heel makkelijk met elkaar laten verschillen. En uiteraard als je een puntig blaadje maakt, dan doe je dat met schabloon 4 natuurlijk ook. En die maak je wel wat langer ook. Dus ik ga eventjes veel blaadjes knippen. Zo, we zijn inmiddels een heel stuk verder. Ik heb hier 3 setjes liggen. Eentje setje met die rechte blaadjes. En 2 setjes met de ronde blaadjes. En ik leg even 2 setjes aan de kant. Dan houden we overzicht. En ik heb het lijmpistool aangezet. En ik heb ook, net hadden we uiteraard het hartje zo. En die ga je een beetje naar buiten vouwen. Want zometeen gaan we dus die blaadjes hier tegenaan zetten. En het idee is om een klein foutje hierin te maken en het tegen hieraan te plakken. En zo ga je met de kleine blaadjes ga je er even omheen. Oké, de blaadjes gaan we nu plakken. En het leuke is om een beetje variatie in die blaadjes te hebben. En je kunt bijvoorbeeld sommige een klein beetje dubbel vouwen. En het is wel mooi als ze een beetje rondlopen. Dus een dotje lijm doe je aan de onderkant van het blaadje. Zo, en dan plak je hem er snel tegenaan. Je moet je niet te lang over nadenken.
Zo. Zie ik dat deze ietsjes te plat is gedrukt nu. Dan kun je hem gewoon met je nagel kun je hem weer vormen. En zo ga je de hele bloem rond. Totdat je al die 10 blaadjes hier omheen hebt gedaan. Zorg ervoor dat je niet te veel van dat groene ziet. Dat je wel hier tegenaan lijnt. Zo, dan heb je de eerste rand heb je er omheen zitten. En dan kun je nog eventjes kijken van, oh, het lijkt me nu nog leuk. En kijk, nu zie je dat het best wel leuk is om een beetje te variëren en sommige een klein beetje op te vouwen. Als je denkt, oh, ik vind het ook nog wel mooi om dat hier te doen, kun je dat dus ook achteraf vaak nog een klein beetje doen. Zo, dit is dan de eerste laag die je doet met die kleinere blaadjes. En dan ga je de volgende blaadjes er tegenaan plakken. Je kan een beetje zelf ook variëren met welke kleur je graag wil. Het beste is om nu ietsjes tegen de steel aan te plakken en iets eronder. Want dan kan je het mooiste afwerken zoals je hier ziet. Dus een beetje lijm hieronder en een beetje hier. En dan gaan we op deze manier gaan we verder rond. De lengte. En dan plak ik hem zo vast. Zo, zoals je ziet maak ik ook een iets grotere overlap. En zit die bolling zit nu naar onderen toe. Zo, dit ziet er nu zo uit. Hier. En elke keer blijf je een beetje verspringen. Dus je plakt niet het blaadje hier recht onder. Maar je doet hem wel een beetje tussenin. Eén keer in de zoveel tijd kijk je weer even aan de bovenkant. Hé, waar zou ik nu nog blaadjes doen? Zo, ik heb er nu nog 2, dus ik kijk nog heel eventjes waar ik die ga laten. Super mooi zo met die kleurenvariatie, al zeg ik het zelf. En dan ga ik nu ook nog eventjes die variant maken met de puntige blaadjes. Maar het proces is gewoon echt precies hetzelfde als deze. Dus dat ga ik niet helemaal laten zien. Maar die ga ik nu even maken. En dan kun je meekijken hoe dat eindresultaat wordt. Zo, inmiddels zijn ze alle 3 geplakt. En je kan zien dat er een beetje variatie zit in de kleuren. Hier heb ik het roze aan de buitenkant en het crème aan de binnenkant. En hier het roze aan de binnenkant en het crème aan de buitenkant. En bij deze zijn de blaadjes allemaal hoekig. En dan gaan we nu de steeltjes aan de onderkant afwerken. Hiervoor heb je nodig schabloon 5 en groen papier. In het do-it-yourself pakket zit het mooie Gloria dubletten groen papier. Dat is net hier eventjes wat mooier voor. Maar helaas heb ik die nu heel eventjes niet op voorraad. Dus ik doe het eventjes met 60 gram papier. Dus je knipt eventjes een strook ter hoogte van zo. En hierin knip je karteltjes. Je kan die rond maken aan de onderkant. Ik vind het wel eventjes makkelijk om gewoon karteltjes te maken. Zo. Zo mooi om dit heel eventjes met je schaar, dan moet je eventjes heel lichtjes doen. Een klein beetje te krullen. Ik pak weer even een placemat erbij voor de zekerheid. En je gaat het dus vastlijmen hier aan de onderkant. Dus hier een klein beetje lijm. Een klein beetje, doe niet gelijk alle lijm. En let er even op dat je niet je vingers brandt. Zo. Dan doe je weer een paar dotjes. En dit herhaal je bij de andere 2 ook. En je wil eigenlijk dat zeg maar het groene, dat dat helemaal aansluit aan de dunne kant van je ijzerdraad. En ik vind dat hier toch nog net niet helemaal mooi. Dus ik heb hier nog een klein restje. En die ga ik nog vastmaken. Hier even wat lijm.
Dan druk ik deze er tegenaan. Zo, al die lijmharen haal je er nu zo af. Dan pak je het groene papier. En daar knip je eventjes hele smalle stroken van. Echt smal. Die moet je ongeveer een centimeter maken. En die kan je dan ook nog ietsjes uitrekken, omdat het dus dat kreppapier is. Zo. Dan heb je een lange dunne strook. En dan begin je met een dotje lijm. En het handigste is om eventjes hier de lijm op te doen, omdat je dan makkelijk hoog kan beginnen. Zo. Even goed aanduwen. Dan draai je het papier een beetje mee. Of tenminste, je vouwt het ook een beetje mee. Zo. En dan heb je het moeilijkste stukje heb je zo afgewerkt. En dan kun je nu met het papier kun je zo naar beneden draaien. Nou, onderkant doe je even goed veel lijm. En die wikkel je dan strak af. Ik wil dus nog even een andere losse tutorial gaan delen. Hoe je nou nog bloemblaadjes gaat maken. Dat hoort niet bij het do-it-yourself pakket. Er zitten wel genoeg materialen voor mij eventueel om die te maken. Zodra die tutorial online staat, die zal ik ook eventjes hieronder linken. Maar dan weet je dat dat nog even aan gaat zitten komen. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Laat vooral een duimpje omhoog achter als je het een leuke video vond. En ik zie je snel weer. Doeg!